Goedenavond allemaal, bedankt voor het wachten. We zijn hier vanavond voor ongeveer een anderhalf uurtje samen om te praten over iets wat ons al toch bijna 10 jaar bezighoudt. Financiële crisis 2007-2008. Laat ons zeggen dat dat toch een serieuze césuur geweest is en dat we daar nog steeds niet van hersteld zijn op verschillende vlakken. Een van de belangrijkste spelers in heel die crisis is natuurlijk de bankensector. We gaan vanavond praten met 3 mensen die elk vanuit een andere hoek daarmee te maken hebben gehad. In het begin zult u bij sommigen denken, wat heeft het in hemelsnaam met de bankencrisis te maken? Maar bear with me, zeggen ze in het Engels, we zullen er toe komen. De eerste journalist die ik hier vanavond op het podium wil roepen in onze geweldige sofa, moet ik zeggen, zo een beetje klasse, is Lars Bovee, al 11 jaar journalist bij De Tijd. En wie De Tijd een beetje volgt, weet dat wanneer Lars een stuk schrijft, dat het meestal de opening van de krant is, omdat het meestal nieuws is. Hij is een van onze meest eminente onderzoeksjournalisten, de man die meer bronnen in het gerecht heeft dan er rechters zijn, heb ik soms de indruk. Hij is de man die ook deel uitmaakt van het internationaal consortium voor onderzoeksjournalisten, die u kent ondertussen als mensen die beweren dat de pers geen macht meer heeft, hebben de laatste jaren hun mening sterk moeten herzien. Dankzij dat consortium voel ik mij terug een beetje trots om journalist te zijn. In die Champions League van de journalistiek zit Lars. De laatste wapenfeit zijn natuurlijk de Panama Papers, waar we het met hem over zullen hebben. De tweede man die ik op het podium zou willen vragen is Wim van den Einde. Ook zo'n onderzoeksjournalist, puur sang, actief bij de VRT in de redactie van Panorama. Daar kennen jullie zijn reportages van. Maar hij is ook, en jammer genoeg is dat een beetje in de lute vaak, een onderzoeksjournalist die geweldige boeken publiceert. Zijn laatste boek is een van de meest onthutsende boeken die ik dit jaar gelezen heb. Dat heet Fortisgate. Dat gaat over, u kent het verhaal van Fortis, het faillissement van Fortis, de redding van Fortis door de regering Leterme en de nasleep die dat gehad heeft in de juridische nasleep daarvan. De verstrengeling tussen politiek, bankenwereld, economische wereld en vooral de, laten we zeggen, vrij onorthodoxe manier waarop de rechterlijke macht daarmee omgegaan is echt een du jamais vu in het boek. Maakt je een mens niet vrolijker op. Rest mij nog zeggen dat ik Karel van den Broek ben. Ik ben hoofdredacteur van Apache, maar daar gaat het vanavond niet over. Lars, ik ga met jou beginnen. We gaan niet heel het verhaal vertellen hoe jullie werken bij het consortium voor onderzoeksjournalisten, maar ik ga je toch de kans geven om uit te leggen hoe dat ontstaan is en hoe de positie van die groep journalisten moeten inschatten internationaal. Want als je het een beetje bestudeert, het is wel een indrukwekkende machine als ze in gang treedt en zo'n primeur op één dag in heel de wereld uitzetten. Het zijn niet 3... Het idee wat wij hebben van journalisten, dat zijn mannen die in rokerige kamertjes met een sigaar of met een sigaret veel whisky zitten te drinken, maar dit is echt state of the art, goed georganiseerd. Of vergis ik mij, of is het... Nee, er wordt nog wat gerookt, niet door mij, maar door anderen zeker en vast. Wat is dat? Het consortium van onderzoeksjournalisten, die zijn gevestigd in Washington. En eigenlijk heeft die organisatie een hele evolutie meegemaakt. En zoals we ze vandaag kennen, is die eigenlijk vooral te danken, die organisatie, aan Jared Ryle, die in Australië ook journalist was en die nu directeur is van het consortium. En die heeft daar helemaal nieuw leven in geblazen. Op een bepaald moment had hij namelijk een CD-ROM, ook met gegevens over allerlei schermvennootschappen in belastingparadijzen. En hij dacht, ik moet hier iets mee doen. En dan is hij directeur geworden van dat ICIJ, dat consortium van onderzoeksjournalisten. En dacht hij, dat is het eerste wapenfeit dat we echt zullen, waarmee dat we
de wereld zullen kunnen... Journalisten die samenwerken, onderzoeksjournalisten, dat is van alle tijden. Ik heb nog de grote Walter de Bok geweten. Walter werkte ook nooit alleen. Ja. Maar door de enorme hoeveelheid aan data is het nu wel nodig om het met veel meer te doen dan vroeger vermoed. Inderdaad. Want hij had nooit... toen was het één CD-ROM en ik zou het hier eens... Ik had het moeten kunnen tonen. Het verschil bijvoorbeeld tussen die ene CD-ROM die hij had en de Panama Papers vandaag, dat meer dan 11 miljoen e-mails, documenten enzovoort is, dat is gigantisch. Hè? Dat is een splintertje tegenover een gigantische berg. En dus ja, het is niet alleen een kwestie dat het veel is en dat je moet samenwerken met eigenlijk journalisten in alle landen in de wereld, want grosso modo komen we daarbij uit vandaag de dag. Maar het is ook gewoon dat je de impact veel groter kan zijn. En dus bij Offshore Leaks is dat al een eerste keer heel goed gelukt. En doorheen de jaren dan zijn er de andere projecten gekomen, zoals LuxLeaks over de Luxemburgse belastingakkoorden, dus tussen multinationals en de Luxemburgse overheid. SwissLeaks over de bank HSBC in Genève en de geheime rekeningen die daar waren van verschillende mensen, heel wat Belgen, meer dan 3000 Belgen. En dan ook nog, en nu dus natuurlijk, de Panama Papers. En wat je ziet is, en dat kan je bijvoorbeeld illustreren met die LuxLeaks, je had één journalist, Edouard Perrin, die nu moest rechtstaan ook in Luxemburg, samen met de klokkenluider die de gegevens heeft doorgespeeld. En je ziet dat die ene journalist heeft die gegevens eigenlijk al voor LuxLeaks uitgebracht. Op Antenne 2 in een televisieprogramma. En dat was heel goed uitgewerkt, met enkele voorbeelden natuurlijk, en toch op de Franse televisie. Maar de impact was in niets te vergelijken met wanneer dat we daar allemaal op zouden werken. Nu, de Panama Papers is het recentste wapenfeit. Kan je nog eens in een paar cijfers aan het publiek een indruk geven of een idee geven van hoe belangrijk, over hoeveel geld gaat dat? Ik bedoel, wat daarmee gemoeid is? Ja, dat is het enige probleem dat we hebben gehad nu met Panama Papers. Dat was eigenlijk dat we er geen bedrag op konden plakken. Ah ja. Waarom? Omdat dit gaat over een Panamees advocatenkantoor. En we hebben het Panama Papers genoemd, maar dit advocatenkantoor is eigenlijk een leverancier van schermvennootschappen, hè, met valse, met fictieve namen, of, hè, met, die een scherm zijn om dingen achter te verbergen. Mm-hmm. Meestal geld op een rekening. Mm-hmm. Maar dat is niet hun business. Dus zij leveren alleen het scherm. En dus ook in de documenten die we zien, vinden we maar heel weinig cijfers over de bedragen waar het om gaat. Maar je kan er donder op zeggen dat het gaat over ettelijke miljarden euro's. De reactie euro's. Van heel veel advocaten hier in België ook, of van betrokkenen waar jij over hebt geschreven, bijvoorbeeld was van ja, maar er is niks illegaals aan een vennootschap hebben in een belastingsparadijs. Daarom aan... klopt dat? Nee, dat hoeveel klopt niet helemaal. van die bedrijven zijn effectief, kan je vergif op innemen dat het om belastingontduiking of over maffiageld of frauduleus verkregen kapitaal gaat? Toch het gros. Het gros. Ja, in dit geval kan je dat echt zonder verpinken zeggen. Waarom? Omdat niemand zit daar op de Britse Maagdeneilanden, bijvoorbeeld. Hè? Want het ging, dat wilde ik dus zeggen, dat het niet alleen om Panama ging, maar om een kantoor dat eigenlijk zulke schermvennootschappen aanbiedt in alle mogelijke belastingparadijzen. Als je gaat kijken naar het kantoortje dat men had op de Britse Maagdeneilanden, dat stelt niet veel voor, maar daar zitten dan wel ettelijke tienduizenden vennootschappen van mensen over de hele wereld. En wie zat daar bijvoorbeeld bij? Didier Bellens, de voormalige overleden ondertussen, topman van Belgacom, die zat daar met een vennootschap waarmee hij zogezegd investeringen deed. Maar natuurlijk deed hij dat niet vanuit de Britse Maagdeneilanden. Daar waren stroommannen directeur bij die vennootschap. De naam was ook totaal willekeurig. Dus het is niet meer dan een scherm. En dat maakt het ook illegaal. Want op zich is er geen probleem van een vennootschap te hebben, zelfs in een belastingparadijs, als je alles correct aangeeft enzovoort. Maar het begint wel een probleem te zijn als je als alles rond fictief is, als er eigenlijk geen enkele werkelijkheid rond is. Activiteit of productie. Dat is gewoon bij al die vennootschappen, want die worden bijna allemaal geleid door stroommannen. Alles is fictief, er wordt ook geknoeid met data wanneer men het nodig heeft. Dus, je krijgt bij telkens als er dat soort schandalen komen, en meestal bij, jullie hebben dat als journalist alle twee meegemaakt, telkens wanneer je zo'n schandaal uitbrengt, de dag nadien worden ronkende verklaringen afgelegd. Dan zeker. Zeggen we, ja, maar nu gaan we maatregelen treffen dat het nooit meer gaat gebeuren. Ja. Zitten er dingen in de pijplijn
waarvan we kunnen verhopen dat ze dat soort praktijken in de toekomst gaan bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken? Of heb je daar niet te veel vertrouwen in? Ik heb daar wel vertrouwen in de zin dat er duidelijk, en dat is al sinds offshore leaks, en echt dankzij dat eerste project van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten, is er echt wereldwijd iets aan het veranderen. Obama heeft toen zelfs op de G7 voilà. Met zijn we hebben eigenlijk al die toppen, wereldtoppen, kunnen beïnvloeden wanneer ze zich daarover hebben zitten buigen. Dus ja, nee, er is echt wel impact geweest en er zijn internationale dingen aan de gang, ook nu nog met de BEPS eigenlijk, maar enfin, ik ga daar niet in detail over gaan. Maar dus dat zijn allerlei maatregelen die internationaal genomen nu worden om ervoor te zorgen dat multinationals, grote groepen zoals Disney of noem het maar op, dat die niet kunnen misbruik maken van dus de verschillende belastingregels in verschillende landen om op het einde van de rit nog amper belastingen te betalen. Dus er gebeurt wel wat. In België zelf hebben de Panama Papers dat zo'n beetje niet echt op de voorgrond geraakt, maar eigenlijk op een zeker moment was de N-VA de minister van Financiën had wel een antifraudeplan, maar daar was dan veel heisa over binnen de regering en dat was een beetje aan het wegdeemsteren. Mm-hmm. Maar door de Panama Papers heeft dat volledig nieuw leven ingeblazen en is dat nu wel terug op de rails. Maar, ja. Eén, zijn de feiten die daar gebeurd zijn, de mensen die dus die vennootschap hebben opgericht, zijn dat strafbare feiten? Zullen die mensen gestraft worden? Wat riskeren ze dan? Of zullen ze weer door de mazen van het net glippen, zoals het wel vaker gebeurt? Ja. Er zijn een aantal politici die in het buitenland dan, die hebben moeten aftreden. Dat is een politieke sanctie, omdat de publieke opinie dat niet pikt. Maar zo, ja, Belles kunnen we niet meer straffen, want die is er niet meer. Maar er zijn nog verschillende andere namen. Er zijn er zeker veel andere. Nu, de bijzondere belastinginspectie, met de namen die zij hebben, want wij hebben op een zeker moment niet al die 11 miljoen documenten kunnen overhandigen aan hen, maar er zijn wel gegevens publiek gemaakt. Daarop werken zij. Dus ik denk dat zij ondertussen iets meer dan 130 of zo mensen hebben kunnen lokaliseren en waar zij blijkbaar op werken. Wij hebben meer dan 700 namen teruggevonden. We hebben natuurlijk niet over al die 700 namen een artikel geschreven. Dus wij hebben een journalistieke opdracht, zij een andere opdracht. Maar ik heb er toch wel vertrouwen in dat men daar iets mee gaat doen. Kijk naar SwissLeaks. Dat heeft toch de Belgische staat, denk ik, meer dan 400 miljoen euro dat men zou kunnen invorderen. Dus er kan wel wat mee gebeuren. En eigenlijk de belangrijkste impact van allemaal die leaks, dat is namelijk, dat zijn de leaks zelf, dat is het afschrikkingseffect. Ja. Want ook dit Panamees advocatenkantoor, en we hebben dat letterlijk natuurlijk gelezen in de gelekte e-mails, zei telkens aan de klanten, maar nee, dit blijft allemaal geheim, wij gebruiken de hoogste beveiligingstechnologie, noem maar op. En dan alle documenten ineens lekken uit. Dus overal zit de schrik er weldanig in. En dat merk je bij regularisatierondes, wanneer mensen dan zeggen, ik neem het zeker. Dan nemen ze geen risico mee. Voilà. Ik kom straks weer terug. Wim, jij hebt een heel ander boek geschreven. Hè? Ik heb het daar net over gehad, Fortiscate. Een stresstest voor justitie is geloof ik de ondertitel. Ja. We moeten dan teruggaan naar 2010. Vroeger nog zelfs. 2010. Ja, het is eigenlijk de nasleep van Fris ons geheugen is de verkoop van Fortis in 2008. Ja. En dan is er een rechtszaak ingediend door Modric Amen, een aantal aandeelhouders die geprobeerd hebben om de verkoop tegen te houden. En wat we bekeken hebben is de rechtszaak in kort geding in het Hof van Beroep. Ja. Dus Modric Amen die vertegenwoordigde de kleine aandeelhouders. Die zeiden dat die bank is voor veel te weinig verkocht en wij leiden schade en die dienden een kort geding in om te proberen de Belgische staat ertoe te brengen om die deal on hold te plaatsen, zodat ze dat moesten heronderhandelen. Dat is een beetje. Ja. En wat is er dan fout gebeurd in dat kort geding? Wel, wat we bekeken hebben eigenlijk, of waar ik de kans heb toegekregen als journalist om naar te kijken, is het beraad. En dat is normaal geheim. Het wordt genoemd het schrijn van de rechtspraak. Normaal kan je daar nooit inzage in krijgen. Door het strafonderzoek is dat nu wel kunnen gebeuren. En dan zie je hoe die rechters, die drie rechters, dus de zetel van het Hof van Beroep, met elkaar communiceert. Je ziet de juridische argumentatie die ze opbouwen, de manier waarop zij elkaar proberen te overtuigen. En voor mij was het onthutsend om te kijken op welk niveau. Ik heb een aantal vennootschapsrechten specialisten er ook mee naar laten kijken. En die zeiden dat ze ook grote ogen trokken naar de manier van argumenteren, naar de bedenkelijke juridische kwaliteit die daar gehanteerd wordt. Wij herinneren ons die zaak als het einde van Yves Leterme. Op een bepaald moment is er een
een gerucht, en dat wordt later ook door Leterme in een brief aan, parlement. Aan het parlement gezegd, van kijk, er is een contact geweest tussen de man van een van die rechters, Jan de Groof, dat die een CD&V verleden heeft, hij heeft altijd in kabinetten gewerkt enzovoort, met het kabinet van de minister van Justitie, als ik me niet vergis. Met Hans Dont ook. Met Hans Dont, ja. De kabinetchef van de premier zelf. Hè. Ja, dus op dat moment was er, was er dus een vermoeden dat er via die echtgenoot uit dat geheime beraad naar de politiek werd gelekt. Mm-hmm. En dat heeft uiteindelijk Leterme zijn kop gekost. Ja, ja. En dan is Van Rompuy gekomen enzovoort. Ja, ja. Eerst nog die Roepo en dan eventjes Van Rompuy, maar goed. Van Rompuy direct, hoor. Ja, eerst Van Rompuy en die is dan ook nog president van nu. En dan uit jouw onderzoek blijkt dat er niet zozeer sprake was van de politiek die probeerde die rechterlijke macht te manipuleren, maar eigenlijk het omgekeerde. Ja, in die zin vond ik het super interessant, omdat het een verhaal is waar we delen van kennen. Ik heb het vergeleken met, we kennen een geschiedenis en we kennen hoofdstuk 2, 3, 4 en 5, maar dit is hoofdstuk 1. En als je naar hoofdstuk 1 kijkt, dan zie je de kiem van dat conflict en dan zie je wat er, dan bekijk je wat er daarna gebeurd is op een heel andere manier. En dan zie je de manier waarop binnen dat beraad dat conflict is ontstaan tussen de drie rechters en dan begrijp je waarom Schuurmans heeft gedaan wat ze gedaan heeft en dan kan je de activiteiten van Jan de Groof, die ik niet goedkeur, voor alle duidelijkheid, maar die komen in een totaal andere context te staan. Wat je ook hebt, en dan komen we misschien wel tot de kern van de zaak, die drie rechters, in het begin zitten ze eigenlijk op hetzelfde spoor, en dat is van die modricament, dat kortgeding, we gaan dat afkeuren, die verkoop moet doorgaan. Maar na een paar dagen begint een van die rechters, Blondeel, als ik me niet vergis, begint hij te keren. Mm-hmm. En we weten eigenlijk nog altijd niet goed welke contacten hij gehad heeft die wellicht contacten zullen geweest zijn met de economische wereld, met aandeelhouders of ik weet niet wat. Nu, de vraag is dan, is er dan niet van in plaats van de politiek die geprobeerd heeft om justitie te beïnvloeden, of te dwarsbomen, dat er geprobeerd is effectief vanuit de aandeelhouders om te proberen die rechter naar hun kant te krijgen. Dan zie je toch dat zo'n rechters... Ja, dat zijn geen mensen die bovenop een wolk leven, die staan ook in de samenleving, die zijn ook bereikbaar. Ik verbaasde mij ook van het telefoonverkeer naar dat je met de advocaat van Fortis begint te bellen. En dat kan allemaal blijkbaar. Terwijl als dan zo één kabinetchef naar een goede vriend van hem, want Hans Dont, hij zal hem wel gekend hebben, het is een partijgenoot van hem, dan is het kotteklein. Ja, dus daar zie je daar een aantal dingen die min of meer toevallig, of door de politieke domheid van Yves Leterme in de openbaarheid terechtkomen, uitvergroot worden tot conclusies leiden van de hoogste magistraat van het land, Donders, die een groot verhaal begint te vertellen en de zaak is aan het rollen en is niet meer te stoppen. En als je dan daarvoor gaat kijken wat is daar gebeurd, dan zie je inderdaad een heel ander verhaal, waar inderdaad Paul Blondeel, denkend dat hij beschermd is door het geheim van het beraad, een aantal dingen doet die inderdaad toch wel heel erg de wenkbrauw doen voor ons. En ik weet eigenlijk niet wat zijn motivatie is geweest. Mm-hmm. Wat ik vermoed is, we zijn op dat moment 2 maanden na de verkoop van Fortis aan BNP Paribas. En ik denk dat er ook bij de publieke opinie een soort van spijt ontstond. Terwijl ik denk dat op dat moment de regering misschien... Is er veel kritiek te leveren op het regeringsbeleid de voorbije jaren, maar op dat moment het bewuste weekend van 27 en 28 en dan 4 en 5 oktober 2008, denk ik, en een aantal analisten met mij, dat er op dat moment weinig andere keuzemogelijkheden waren. Ja, je boek is ook, want we hebben het bankenlandschap, je moet teruggaan naar die tijd. Wat ik onthutsend vond, is op een bepaald moment blijkt dus dat Fortis niet meer overeind kan blijven. Ook Dexia enzovoort, dat komt er ook nog allemaal aan. Dat de hoge heren van die bank gewoon naar de regering gaan en zeggen, los het op. Ja. Los het op. Dus de ook het machteloos, het is niet dat ze zelf nog een keuze hadden. Ja. En uiteindelijk, al die mensen die daar op dat moment... zaten, we waren misschien ook wel mee verantwoordelijk voor het debakkel dat er geweest is, want dat Fortis in het probleem kwam, had natuurlijk ook te maken met de megalomanie die de jaren daarvoor had plaatsgevonden.
uiteindelijk, we zijn gewoon van politici heel argwanend te bekijken. En dat moet ook. Hè. We moeten kritisch zijn als journalist voor wat de politiek gebeurt. Maar op dat moment zou ik toch wel niet op de stoel van Leterme of van die andere topministers willen gezeten hebben. Het was echt, het moest op één nacht gebeuren, ja, want de beurs ging terug open. Voilà, dus dat is inderdaad op dat moment het lot van het hele land echt in je handen. En de banken zeggen letterlijk, los het op, meneer Leterme. Ja. Dus inderdaad, hij heeft, ik heb met Leterme daarover kunnen spreken en hij zei, ik kreeg daar onaangekondigd, maar er waren een aantal dingen die wel, ik bedoel, Lehman Brothers was een week daarvoor failliet gegaan, dus je voelde wel dat er iets zat aan te komen, maar dan 26 november 2008 kreeg hij een tijdbom in zijn handen geduwd. En dat was nog meer dan een tijdbom, omdat dat een systemische bank was en hij had letterlijk 48 uur om die zaak op te lossen. Het feit dat Trichet, het feit dat Lagarde naar de Wetstraat 16 kwamen afgezakt, zegt ook iets over de urgentie van die moment. En hij heeft daar ook aan Trichet gevraagd, wat moet ik doen? En Trichet heeft daar gezegd, ik weet het niet. Hier is geen draaiboek voor. We hebben dit nog nooit meegemaakt, dus ik zoek het samen met u uit. Dus, dat zie je dan, binnen die rechtszaak, dat daar een rechter aan de knoppen komt te zitten die het regeringsbeleid zwaar begint op de korrel te nemen en de regering als schuldige van wat dat er daar gebeurd is begint te portretteren om juridische maatregelen te kunnen treffen die hem op dat moment goed uitkomen. Dus het is een combinatie van die twee die voor mij onthutsend waren. Hè. Lars, je hebt die bankencrisis ook op de voet gevolgd bij de tijd. Er zijn natuurlijk sindsdien een hele batterij maatregelen getroffen, ook op Europees niveau. De positie van die banken moest versterkt worden, kapitaalstructuren enzovoort. Ja, je hebt geen glazen bol en ik weet ook dat je geen diploma waarzeggen hebt. Maar denk je dat het systeem nu robuust genoeg is om te verhinderen dat er nog eens zo'n clash of zo'n debakel aankomt? Of? Daar durf ik mij niet over uit te spreken. Wat ik in mijn materie meer de vraag mij stel is, zijn de banken veranderd? Ja. Dan heb ik het, dat kan op verschillende domeinen zijn, maar wat hebben we nu gezien met die Panama Papers, is dat juist op dat moment bijvoorbeeld Fortis, zoals dat je zegt, die stapt dan ineens naar de regering van los het op, maar tot dan heeft men dus blijkbaar, en dat hebben we dus nu pas kunnen vaststellen of met zoveel bewijzen op tafel kunnen tonen, heeft die jarenlang klanten, rijke klanten, geholpen om juist belastingen te ontduiken. Dus wij hebben namelijk aangetoond dat, hoewel Fortis niet bij dat ene Panamese advocatenkantoor klant was, zagen wij toch in de documenten verschillende elementen die erop wezen dat zij ook zoiets hadden opgezet via hun kantoor dat ze daarvoor hadden. Intertrust heette dat. En dat was dus een fabriekje om ook zo van die schermvennootschappen in belastingparadijzen op te zetten. Dus we zijn daarin beginnen graven met de mindere elementen die we hadden. We hadden er veel meer voor Dexia. Daar kan ik dan straks iets over zeggen. We hebben vandaag ook moeten getuigen in het parlement. Ja. Maar wat dat Fortis betreft hadden we veel minder in handen. En toch gingen we dan publiceren. We gingen dat toen ook over KBC en Bank De Groof. Wat we hadden gevonden over die banken. En de reacties van KBC en Bank De Groof waren al binnen en die waren niet zeggend, namelijk wij hebben de wetten gerespecteerd zoals die gelden in de landen op het moment dat de feiten zich voordeden. Ja. Zoveel zeggen, we hebben het zo ver gedreven als we konden, maar we hopen dat we niks illegaal hebben gedaan. Nu, bij Fortis was dat anders, want daar Intertrust, dat is ondertussen afgescheiden van Fortis. Bij de val van Fortis is dat ook verkocht geweest en ondertussen is dat in totaal andere handen. Maar daar kregen we constant een mail, dus we hadden een deadline gezet op vrijdagmiddag. En dat ze vroegen ons constant, de Nederlanders, want ze zitten in Nederland, om dat met een uur te vertragen. En eigenlijk om 4, 5 uur of zo, ik weet het niet meer exact, dus kort voordat we toch moesten beginnen afronden, komt die hun antwoord binnen. En dat is eigenlijk een bekentenis dat zij jarenlang effectief voor Fortis duizenden van die schermvennootschappen hebben opgezet voor klanten. Dat zij na de val van Fortis 98% daarvan de deur hebben gewezen. Hè, met zoveel woorden zeggen van het deugde helemaal niet. En dat zij ondertussen hun beleid volledig hebben veranderd. Dat geeft aan dat je toch in die periode dan nog met een bepaalde mentaliteit zat bij de banken, die we toch dachten dat die
ja. toch enigszins dus aan de ene kant anders was. Mensen helpen zoveel mogelijk om belastingen niet te moeten betalen. En als het dan slecht gaat, aan dezelfde belastingbetaler gaan vragen van los het op. Dat is een beetje zeker en vast. Cynische. En dat was het meest wraakroepend dan. Hè. Dit was Fortis, maar we hebben het eerst gehad over Dexia. Ja. Omdat Dexia wel degelijk via zijn kantoor in Luxemburg en zijn bank ook in Luxemburg wel een grote klant, de grootste bankenklant ter wereld, was van dat Panamese advocatenkantoor om klanten te voorzien van schermvennootschappen. En dat gebeurde niet in België, hè, want hier in België, dat moeten we echt wel toegeven of inzien in de documenten, de banken in België zelf, daar hebben die praktijken, wij in elk geval, niks van gezien. Zelfs advocaten, adviseurs, heel beperkt. Dus hier in ons land zijn de witwasregels, andere regels, ik ga nu niet in detail of technisch worden, maar zijn die wel vrij strikt. Maar eigenlijk moesten zij gewoon over de grens gaan, in dit geval in Luxemburg, om dat wel op te zetten. Ja. En aan al die klanten, ook Belgische klanten, zulke structuren te geven. En wat ik daarover wilde zeggen, waarom is het nog wraakroepender voor Dexia, is omdat, Fortis is dan gevallen, hè, maar bij Dexia is er een eerste hulp geweest, hè, met miljoenen staatssteun. Maar daarna nog heeft men die constructies verder gezet. Met medeweten van de groep in Brussel. Het is ook wel een beetje, als je die werkzaamheden van die commissie volgt, waar je vandaag geweest bent, er is één mantra, hè, van, ja, dat was vroeger, maar nu doen we dat niet meer. Voilà. Dat is een beetje, dat is ook Belfius nu, het is niet meer Dexia. Ja. Ja, maar kunnen we dat Dexia, geloven? Kunnen we dat controleren dat dat echt zo is? Of is dat echt niet meer... Ja, we hebben eerlijk gezegd... Het is zo'n beetje wat ik doe, een Lance Armstrong gevoel krijgen. Hè? Van, ja. Dat ik een nieuw doping gevonden heb, beginnen ze weer met iets anders. Hè? Ja, omdat ik heb ook eerdere onderzoekscommissies en andere fraudefenomenen gezien waar de banken aan hebben meegewerkt. En elke keer denk je inderdaad, we spreken hier over een verleden en zegt men dat ook. Maar ik heb alleen maar kunnen vaststellen, en nu weer met de Panama Papers, dat dit zich dan toch voordoet. En wij zijn eerst gaan getuigen in de... Want het deed ook de Kamercommissie Panama Papers. Ja. En toen heb ik toch ook wel gezegd dat ik heel ontgoocheld ben in de manier waarop dat onze politiek met dit soort van fraudefenomenen, ja, belastingontduiking omgaat. Ik herinner mij de eerste zitting, dan kregen jullie de wind van voren. Ja. Veel politici waren niet opgetogen met het feit dat jullie... Wij waren vooral het probleem in de zin dat wij... Maar dat is dan een andere kwestie, maar daar had men dan toch overdreven aandacht voor. Het feit dat wij als journalisten niet rechtstreeks konden samenwerken met het gerecht en de fiscus. Dus dat is een ander debat. Uh-huh. Maar dat was voor hen op dat moment toch die eerste zitting... Alsof jullie dat alleen deden om meer gazetten te verkopen. Dat was wat ze ons dan exact verwijten. Maar in elk geval dat we niet onvoldoende zouden samenwerken met gerecht. Maar eerlijk gezegd, wat is mijn groot probleem? Is dat onze politici daar in die Kamercommissie lijken nog maar net dankzij de Panama Papers tot het besef te komen dat er zoiets is als belastingontwijking via offshores en dat de fraudebestrijding in België niet werkt. Ja, dit is al jaren het geval. Ja. En dit is al jaren zo'n groot probleem. En ik hoop dat men er nu iets aan doet, maar op de duur begin je een beetje... Wim, dat was ook wat het onthutsende uit jouw boek is... Ja, bijna het amateurisme van die rechterlijke macht en dat ze vooral bezig zijn met zichzelf elkaar uit de wind te zetten, zorgen dat de buitenwereld niet ziet dat het eigenlijk een bende broddelaars waren op een bepaald moment. Het is bijna hilarisch op sommige momenten hoe ze, wanneer ze zien dat ze van buitenaf bedreigd worden, de rangen sluiten en ook de reactie op jouw boek. Het is, dat mocht allemaal niet geschreven worden, daar kwam het op neer. Maar uiteindelijk zijn het dus wel de politiek en justitie die er moet verhinderen dat die slimme jongens die heel veel geld hebben voor heel dure advocaten, dat die in onze zakken zitten, bij wijze, om het nu heel plat te zeggen. Hè. Maar ja. In die zin is het absoluut niet geruststellend wat we hebben vastgesteld. Inderdaad, als je ziet dat de rol die de rechterlijke macht in dit verhaal zou moeten spelen, ik denk nadat wat ik gezien heb, dat die mensen niet in staat zijn, bekwaam zijn, geëquipeerd zijn, de juiste mindset hebben om daar daadkrachtig tegenaan te gaan. En dat die inderdaad meer bezig zijn. En ik heb het gevoel, hoe hoger je opklimt binnen de hiërarchie, binnen justitie, dat de persoonlijkheden nog meer en sterker bezig zijn met hun eigen positie, met een soort decorum, dat hoort bij justitie, met een soort
dogmatische onfeilbaarheid die men wil uitstralen. Met een soort, ja, ik bedoel, het is een cliché, maar het is gewoon zo. Die 19e-eeuwse sfeer die er nog altijd heerst, waarbij men zichzelf niet in vraag wil stellen, waarbij je ook hier ziet dat er door de opperrechter, namelijk op dat moment Ghislain Londers, die onmiskenbaar voor zijn beurt heeft gesproken daar, een verhaal is verteld dat dan jaren moet volgehouden worden. Gewoon omdat anders heel justitie met de broek op de enkel staat. Wat is er uiteindelijk gebeurd met die rechters die daar toch ja, hun billen verbrand hebben, laat ik zeggen? Hebben ze ook op de blaren moeten zitten of zitten ze dan nog altijd? Nee, uiteindelijk niet. Uiteindelijk niet. Dus allee, dat was voor mij ook... Allee, je hebt dan een onderzoeksrechter in Gent, namelijk Henry Heijmans, ja. Die toch dan iemand is... Die kwam er heel dichtbij, als ik je boek mag vertellen. Ja, waarvan ik heb hem een aantal keren kunnen spreken. Daarvan had ik nu wel het gevoel dat die man heel integer is. Wel de waarden die wij verwachten bij justitie incorporeert. En die met een onafhankelijkheid die zaak heeft bekeken. Maar wat je dan ziet, is dat de zaken die hij constateert, die hij in zijn het is hem moeilijk gemaakt. Hij heeft het moeilijk gekregen om zijn sezine uit te breiden. Zo heet dat dan. Dus hij heeft het artikel van Lars in november 2009 heeft daar trouwens toen op gewezen. Maar uiteindelijk zie je dan dat de resultaten van zijn gerechtelijk onderzoek, als je dan ziet wat het parket daarmee doet, die pikken daar een aantal dingen uit en dan zeg je maar, oh, wat is dit hier? En wat is dit hier? En dat komt gewoon niet terug in de akte van beschuldiging. Dus er is een soort filter die ervoor zorgt dat de operatie beperking of de schade voor het imago van justitie zijn werk kan doen. En dan denk je, dit is manifest oneerlijk. En wat dat daar eigenlijk ook zo hallucinant aan is, is dat je zou kunnen zeggen, dit is zogezegd maar één kamer, hè, binnen een hof van beroep. Maar dit is wel een heel cruciale kamer, hè, dus van drie raadsheren, rechters die daarover oordelen. Want door het systeem is dat een kamer die juist als enige oordeelt over alle dossiers, bijvoorbeeld tegen de bankentoezichthouder, ook tegen de energieregulatoren. Ja, die bewuste kamer heeft een superbelangrijke bevoegdheid in ons land. Zelfs in die mate, op een bepaald moment, ik durf niet meer te zeggen of dat vandaag nog zo is, maar tot voor kort wel, dat zij met zo weinig rechters waren die die kamer konden bezetten, dat wanneer een dossier zou terugkomen van cassatie, wanneer het vernietigd zou worden, zij ook geen andere rechters hadden om het opnieuw te behandelen zoals het normaal gezien zou moeten gaan. En dat vind ik is iets heel typisch voor België. Dat is, als het hierover gaat, maar ook bijvoorbeeld als het gaat over fraudebestrijding, dat is hallucinant op hoe weinig mensen dat wij eigenlijk gans die fraudebestrijding, in dit geval rechtspreken, voor hebben dan de magistraten van morgen gelijk gehad dat er totaal, heeft het te maken met te weinig investeringen in justitie, dat er te weinig mensen zijn, of is het gewoon het systeem zelf dat zo corporatistisch is dat het uiteindelijk niet in staat is om in die moderne wereld te stappen. Of misschien de twee combinaties. Ja, er zijn veel problemen. Hè. Eén, als je hebt wel bijvoorbeeld veel speurders of belastinginspecteurs, maar als je die dan ook weer niet... Allez, bijvoorbeeld, het is toch hallucinant in ons land dat fraudespeurders, je verwacht dat die de fiscale of financiële spitstechnologie van witteboordencriminelen perfect kunnen ontleden. Nee, die hebben zelfs geen databank met alle bedrijfsgegevens in. Dat is hallucinant natuurlijk. Hoe kan je op die manier werken? Waarom? Omdat de openbare aanbestedingen, dat daar problemen mee zijn geweest. Zijn jullie dan als journalist beter gewapend? Wij zijn beter gewapend. Dat krijg ik constant te horen. Vandaag nog zelfs van een speurder die zegt dat wij als journalisten, met zeker de internationale middelen die wij krijgen of hebben, dat wij soms beter geëquipeerd zijn dan hen. Maar wat mij vooral verontwaardigt, is dat wij teren op zo weinig mensen. Als, we zitten hier in Antwerpen, als er zich bij het parket van Antwerpen, bij de financiële sectie, die op een zeker moment een voorbeeld was voor de rest van het land, ineens een ruzie ontstaat tussen enkele zeer belangrijke... Over de diamantdossiers. Wanneer er daar ruzie ontstaat en die sectie met enkele mensen die het niet meer met elkaar kunnen vinden, daardoor in de soep begint te draaien, ligt die volledige fraudebestrijding in Antwerpen op apengapen. En dat is toch hallucinant. En in Brussel is dat net hetzelfde. Bij de financiële sectie zijn het drie Nederlandstalige magistraten die zich bezighouden met de financiële dossiers voor onze hoofdstad, Brussel. Met alle mogelijke dingen die zich daar op financieel vlak afspelen. Hoe kan je nu verwachten dat die een dossier binnen redelijke termijn afwerken? En
waarom pikken wij het in België? Dat, we hebben het hier over Fortis. Het Fortis-dossier, daar had ik nu van gedacht, daar gaan ze een voorbeelddossier van maken en gaan ze proberen de buitenwereld te tonen. Zie eens, we kunnen het toch. Wel, het is gestart in 2008, meteen na de val van Fortis. Namelijk zijn de aandeelhouders van Fortis misleid door Lippens en co, de voormalige top van Fortis. Ja. Wel, wat zijn we vandaag? Bijna acht jaar later? Het dossier is nog altijd niet door de raadkamer. Dat wil dus zeggen dat we nog een lange weg te gaan hebben voordat het proces, de rechtszaak ten gronde, nog maar kan beginnen. Ja. Maar wij vinden dat blijkbaar... En dan zal het verjaard zijn en dan... Ja. Dan zal het verjaard... De magistraat, de openbaar aanklager, die het dossier... Ondertussen zijn er al andere openbaar aanklagers op het dossier gezet. Die moeten dat dan helemaal opnieuw instuderen, alsof dat efficiënt is. Enfin, maar... Die had al aangekondigd met wat hij toen wist, hoe dat hij weet dat zoiets afloopt. Pas op, beleggers. Geef niet te veel geld aan advocaten om dit tot een goed einde. Want door alle procedures die wij hier hebben in België, gaat dit waarschijnlijk afstevenen op de verjaring. Wat is er toen gebeurd? Die magistraat heeft de wind van voren gekregen en hij had de bonen gevreten. En niemand anders. Maar we zijn nu aan het beleven wat hij toen natuurlijk al zei. En dat is dat dossier, maar ik kan u zoveel andere dossiers vermelden. Ik wil nog één actualiteitsdossier, want het heeft zijdelings met banken te maken. Het gaat over Arco. Ja, dat is... Leg eens in het kort uit wat precies de clue is van Arco. Op een bepaald moment Dexia, kapitaalsverhoging. Er is geld gevraagd van de toenmalige aandeelhouders, onder andere de Christelijke Arbeidersbeweging. Die mensen dreigden hun... Ja, die zijn hun geld kwijt, want Dexia is... Ja. En blijkbaar hebben die allemaal gedacht dat ze een soort van spaarformule hadden binnen die bank, maar dat blijkt nu dat aandelen zijn. En aandelen, dat is zoals bij de mensen van Fortis, oké, dan ben je het kwijt. Hè? Dat is, ja. Ja. Maar de essentie is ook, de vraag is of dat zij zijn misleid. Hè? En wie dat uiteindelijk nu de centen moet ophoesten. Ik denk dat een beetje kort gezegd de essentie van de zaak is. Zelfs ook het gerecht heeft zich daarmee bezig gehouden. Maar zoals vele dingen is dat eigenlijk geen zaak voor het gerecht. En nu, ja, nu is de vraag, met de uitspraken die er zijn, wie er zal opdraaien. Het is een hele tijd een partijtje armworstelen tussen VLD, N-VA en CD&V. Ja. Nu met de stakingen erbij wordt dat ook nog eens redelijk pikant natuurlijk, want het is dezelfde Christelijke Arbeidersbeweging die tegen deze regering sociaal ageert. Vandaag ook nog teruggefloten de laatste dagen. Het gaat allemaal al niet meer over... financiële zaken, het gaat over politiek hoogschaakspel blijkbaar. Ja, en wat dat mij enorm daarin boeit, dat heb ik ook gezien in het Dexia-dossier natuurlijk, dat is de verwevenheid op bepaalde momenten, wanneer het dan meestal goed gaat, van politiek en de bankwereld. Mm-hmm. En bijvoorbeeld bij Dexia, omdat we het ook over de Panama Papers hebben, vond ik dat toch wel, vind ik het hallucinant, dat je doorheen de jaren heel veel politici hebt gehad. Zelfs Jean-Luc Dehaene heeft in de raad van bestuur gezeten bij die Luxemburgse bank van Dexia. Mm-hmm. Dus als die niet wist wat er daar gebeurde, dan weet ik het helemaal niet meer. Maar dan nog andere namen ook. En dan zelfs Jacques Rogge zat daar ook op een zeker moment. Maar enfin, dat is nu een andere kwestie. Maar dan vraag je je af. Eén, is dat voor de sier? Wat doet men daar eigenlijk? En twee, is dat dan ook... net als in andere dossiers, eigenlijk om bepaalde politieke strategieën door te duwen. Mm-hmm. En ik denk dat, dat we daar eigenlijk nooit het fijne van weten. Nog in het Fortis-dossier, nog in het Dexia-dossier verwacht ik dat we ooit echt goed gaan kunnen inschatten wat daar zich heeft afgespeeld. Dus dat is misschien nog een idee voor een boek. Ik ga het niet schrijven. Ik zit hier met twee collega's journalisten. Dan moeten we het een beetje over onze stijl hebben ook. Wat jullie doen, ja, denk ik, behoort tot wat onze stijl voor iedereen... Dat is voor, journalistiek ligt heel vaak onder vuur. Hè. Zijn we wel met de juiste dingen bezig? Is het niet te veel entertainment geworden? Maar het soort journalistiek dat jullie bedrijven, daar zal vriend en vijand van zeggen, daarvoor is de journalistiek uitgevonden. Wij proberen bij Apache ook ons kleine steentje in die richting bij te dragen. En soms ben ik er wel redelijk trots op wat we doen. Maar is het evident? Ik bedoel, jij werkt voor een krant die gelezen wordt door alle bedrijfsleiders van dit land, die ook een zakenkrant is. Ja.
En de dingen die jij schrijft, je komt heel vaak waarschijnlijk mensen in je verhalen tegen die tot de trouwste klanten en de trouwste adverteerders van jouw krant behoren. Heb je daar ooit spanning gemerkt? Is er ooit iemand aan jouw mouw komen trekken van Lars, wacht nog een dag met dat stuk, want eerst moeten we dat contract voor die advertenties nog binnenhalen? Nee, dat zeker niet. Dat zeker niet. Ik kan daar verschillende dingen over zeggen om dat te bewijzen ook. We hebben op een zeker moment hadden we informatie binnen dat de Belastinginspectie een dossier, ik ga niet in detail treden, maar over KBC had. En ja, we konden niet anders dan die dag daar de krant mee openen. Dat was de dag dat De Tijd een heel groot jaarlijks event had met KBC. Dus die avond is het alleen daarover gegaan. En toch is daar nooit een moment van twijfel geweest om dat die dag dan te brengen. Dat is meestal een toeval en dan achteraf gelooft niemand dat het toeval is natuurlijk. Maar dat is één element. Maar nu met de Panama Papers. De eerste aflevering hebben we het gehad over de rijkste families van ons land die opdoken in de Panama Papers. Eén daarvan was de familie Saverijs. En Mark Saverijs is bestuurder bij Mediafin. Mediafin is het bedrijf boven De Tijd. Dus dat het natuurlijk spannender is om te schrijven dan voor de andere. En is dat dan omdat je een goede hoofdredacteur hebt dat jij niet hoort dat er kritiek is? Of zeggen die mensen van oké, dat kunnen we... Ik heb wel vrij rechtstreeks contacten met de mensen zelf waarover ik schrijf. Wat er achter mijn rug zou gebeuren, dat weet ik. Maar je voelt niet dat er een zwaard van Damocles boven je hoofd hangt? Nee. Wat dat er natuurlijk is, maar ik voel dat ook niet in andere dossiers. Ik probeer altijd heel secuur te schrijven en liefst een beetje onder de lat te gaan. Zeker nooit erover, want dan krijg je toch perverse effecten. Maar dus ik doe dat dan evenzeer voor hen. Wat ik wel moet toegeven, is dat het in het begin, bijvoorbeeld met LuxLeaks, niet vanzelfsprekend was voor De Tijd om hierover te berichten. Niet dat wij een moment hebben geaarzeld om daaraan te beginnen, maar ja, je kijkt er wel in het begin een beetje anders naar, omdat je zegt, ja, dit is legaal, hè, en we gaan dit al op ons bord krijgen, omdat de belastingakkoorden met multinationals, dat is een andere kwestie. Dat is meer ethisch een probleem dan dat het bij de Panama Papers toch ook al legaal een probleem begint te zijn. Dus voor onze krant was dat niet evident, maar eerlijk gezegd, dan is dat totaal een andere richting uitgegaan. Waarom? Omdat zelfs onze bedrijven hier in België of bedrijfsleiders die menen wel ethisch te werken en te ondernemen, dat die daar nog meer misschien dan de gewone burger zelfs aanstoten aannemen en een probleem mee hebben. En de KMO's zeker. Ja. Wim, ik moet dat bij jou ook zeggen. Er is wat spanning tussen, jij werkt voor de VRT en jouw persoon geweest. Ik herinner mij de panorama-reportage die je gemaakt hebt en je boek dat je gemaakt hebt over Johan van de Lanotte destijds. Ook dit boek staat letterlijk in jouw boek in het begin dat je dat niet als VRT-journalist geschreven hebt. Aan de andere kant heeft de VRT in zijn beheersovereenkomst staan dat onderzoeksjournalistiek een belangrijke pijler van de nieuwsberichtgeving, van de DNA van de nieuwsdienst is. Er is nu ook een nieuwe hoofdredacteur gekomen. Jullie komen wel uit woelige tijden wat betreft die onderzoeksjournalistiek. Of is dat... Of ben jij zo'n ambetante mens dat er niet mee te werk valt? Ik denk dat het daar veel mee te maken heeft. Maar nee, ik denk dat... Ik werk nu 12 jaar voor de VRT. Ik heb eigenlijk voor de komst van, ik zal zijn naam maar noemen, Luc Rademakers, eigenlijk een redelijke vrijheid ervaren. En Chris Hoflak was iemand die een goede buffer was, want die ving redelijk wat druk op. Ook achteraf pas, je kan dat pas achteraf merken als hij weg is. Hè. Natuurlijk. Dus, en Rademakers is gewoon iemand met een andere ingesteldheid, met een andere manier van werken als hoofdredacteur. Hij komt ook uit een andere omgeving, waarbij direct de tussenkomsten van de hoofdredacteur in het redactioneel werk van de journalisten gewoon was, blijkbaar. Mm. En hij heeft in het begin zeer, zeer rechtstreeks gedaan, bij mij dan bijvoorbeeld. Had je dan de indruk dat dat uit zichzelf, uit hemzelf kwam, of dat hij ook reageerde als een soort zelfcensuur om geen miserie te hebben met de politiek, of omdat hij door de politiek werd gestuurd? Oh god, dat is allemaal heel moeilijk. En men heeft me daar van alles over gezegd, want hij is een logeman, hij komt uit Hasselt en werkt veel. Hij was aan Lieten, die was mediaminister en zo verder. Wat mijn vermoeden was, dat hij die man de
pedalen verloren is. En dat hij bij de publicatie van de Keizer van Oostende, we hebben hem een aantal keer gezien, Luc Pauwels en ik, voor de publicatie. En hij was toen, naarmate de publicatie dichterbij kwam, iets nerveuzer, maar hij leek ons wel te steunen. En hij heeft ons ook op het moment dat ik gevraagd heb, mag ik dit boek schrijven, was zijn antwoord, doen, comma, doen. Dus allee, hij leek toen, hij heeft ook het boek gelezen, maar dus op het moment dat het boek dan uitkwam en er heel veel tegenwind kwam van Elektrawinst met name, die net naar de beurs wouden gaan en dat boek absoluut konden missen als kiespijn, is die man volgens mij de pedalen verloren. Uh-huh. En hij is dan echt in fout gegaan door ons volledig te laten vallen. Johan van Lanotte heeft dat op dat moment meesterlijk gespeeld, door een aantal journalisten uit te kiezen die zonder het boek gelezen te hebben, toch van alles de wereld in begonnen te sturen. En Luc Rademakers heeft dat opgepikt en als een megafoon versterkt. Omdat hij ons dan, zonder ons te horen, zonder mij één vraag te stellen, dat was voor mij echt redelijk traumatisch als journalist, ons te schorsen. En ik las dus plotseling op de nieuwssite van de VRT dat ik geschorst was, wegens deontologische tekortkomingen. Ja, dat was inderdaad... En dat is eigenlijk niet meer goed gekomen. En ik heb dan de indruk dat hij een maatregel heeft uitgevaardigd. Dus hij heeft dan onderzoeksjournalistiek in de vorm van een boek in principe, als algemene regel, verboden. En ik denk dat hij dat gewoon gedaan heeft omdat hij in zijn eigen voet geschoten heeft. En dat hij dat verwacht je nu met een nieuwe hoofdredacteur of hoofdredactrice? Dat, want die ken je ook van vroeger. Die is vroeger ook nog hoofdredacteur geweest in een andere hoedanigheid. Dat dat beterschappen komt, heb je daar al mee gesproken? Is dat uitgepraat? Dus het is nog maar sinds 1 juni, is nog maar een week in functie. Ze heeft daar een tour nog niet gedaan. Van, wat bleef? Ze heeft daar een tour nog niet gedaan, helemaal. Wel, ik was nu 2 dagen niet... Ik heb haar nog niet gezien, maar ik ken haar wel van vroeger. Ik denk dat zij het journalistieke hart op de juiste plaats heeft. Ja, ze is ook de partner van Rudy Franks. Ja. Dus in die zin... Aan de andere kant heb je ook wel... de politiek die met een vergrootglas op de VRT zit. Gisteren nog Siegfried Bracke, die totaal uit de bol ging omdat de VRT in het 8-uur-journaal of 7-uur-journaal niks had geschreven over de goede punten van de Nationale Bank. Het is... Ik weet als journalist hoe het is als je onder... Als er naar jou gekeken wordt, dat verhoogt de druk, dat leidt tot zelfcensuur. Alles wordt geweldig uitvergroot en er worden intentieprocessen gekoppeld aan alles wat er eigenlijk min of vaak toevallig gebeurt. En dat is wel een probleem bij de VRT, dat een zeer grote visibiliteit heeft. Maar daar heb je dus goede bazen voor nodig. En dan denk ik, met een beetje heimwee terug aan Hoflak, die eigenlijk redelijk... inactief was naar beneden toe, want we vonden die soms een beetje lui. Maar dan blijkt achteraf dat hij echt geweldig goed zijn functie deed als buffer. En dat hebben wij echt nodig. En ik denk, ik hoop dat Lisbeth daar inderdaad haar rol gaat spelen. Want dat is dit even als parenthese, want we hebben het vandaag over banken. Dus ik moet nog één persoon hier, dan moeten jullie een beetje opschuiven, op de sofa roepen, dat is Marc Montand. Bezieler, laat ons zeggen, van Newbie... mede-organisator ook van dit debat. Omdat, we hebben heel wat kommer en kwel gehoord over de banken de voorbije uur. Het is precies in die storm dat jullie beslist hebben, nu toch ook al 5 jaar geleden, om te zeggen, kijk, we gaan beginnen met een coöperatieve bank, een bank van de mensen, want dat is dan een coöperatie. Leg eens... Ja, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wij zijn bij Apache ook een coöperatie en je zit met 5 mensen aan een toog op café en je zegt we gaan een medium maken en de eigenaars, dat zijn onze lezers. We boeren goed, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Maar bij jullie is het waarschijnlijk ook vanuit een colère gestart, van het moet hier gedaan zijn. Maar uiteindelijk, waar ben je aan begonnen, man? Ja. Wel, hetgeen we hier horen wekt verontwaardiging, zo van verdorie, dat kan toch niet. Het kan toch niet dat er geen lessen worden getrokken uit al die verhalen. En het is vanuit die verontwaardiging dat we gezegd hebben, daar gaat wellicht niet veel veranderen. Dus laat ons zelf een initiatief nemen om de zaken positief te draaien, op een positieve manier een antwoord te bieden. Dat was eigenlijk de uitgangspositie. Maar dat is niet uniek, hè? Er zijn nog coöperatieve banken. Hè? Maar in België is er nog één hele kleine, CPH, in
in Henegouwen. En dat hebben we die ook moeten redden in de bankencrisis? Of heeft die, Nee, het is een zo kleine bank die zeer lokaal verankerd is, ja. Die niks te maken had met heel die Europese crisis. Om een bank te mogen zijn, heb je vooral geld nodig, heb ik begrepen. Heb je startkapitaal nodig? Je hebt startkapitaal nodig, je hebt kennis nodig, ja. Je hebt goede brains nodig. Je hebt goede ideeën. Dat jullie dat hebben, maar... Jullie hebben ook al heel wat coöperanten. Dat is zeer goed. Echt met een, dat was een hype, hè? Dat, wel 25.000 mensen op een... Nee, op dit ogenblik zijn we met 50.000 leden. En er komen er nog altijd gemiddeld 6 per dag bij. Ik weet niet hoeveel coöperatieven in dit land... Inderdaad. 6 nieuwe coöperanten per dag erbij krijgen. Dus, maar waarom gaat het dan toch zo traag, als ik dat mag zeggen? Traag. We zijn eigenlijk met dit bankendossier nog maar 3 jaar bezig, dus zo lang is het allemaal niet. Dus inderdaad... Wat zijn de hordes? Welke dingen moet je... Er zijn nogal wat hordes te nemen, inderdaad. Maar noem eens op, wat moet er nog gebeuren voordat jullie echt een echte bank zijn? Je hebt externe factoren, interne factoren. Om een banklicentie te krijgen... moet je het vertrouwen hebben van de Nationale Bank, moet je met een businessplan afkomen, moet je met voldoende kapitaal afkomen, moet je met een geloofwaardig plan afkomen. Dat is één voorwaarde. Je hebt de externe factoren. De laatste jaren is de economische situatie en vooral de interest... Ja, het businessmodel van een bank, ik begrijp het niet meer. Hè. De interest is onder nul bijna. Waar ga je geld mee verdienen nog? Hè? Dat is een serieuze moeilijkheid. Je hebt verschillende manieren om geld te verdienen en je hebt ook verschillende doelstellingen die je hebt bij het geld verdienen. De beursgenoteerde banken van vandaag hebben nog altijd een objectief van double digit. Double digit is 2 cijfers voor de komma. Dus alles wat... Dus meer dan 10% winst op de omzet. Ja. Als je dat de dag van vandaag wilt realiseren, zit je in domeinen die... risicovol zijn. Die risicovol zijn, die niet veel te maken hebben met lokale economie enzovoort enzovoort. Dus als je zegt, en dat is uiteraard uitdrukkelijk de bedoeling van UBI op een totaal andere manier om te gaan met die dingen... Zit je dus met een ander businessmodel en moet je sowieso die double digits... De winst van zo'n coöperant is dat hij een gezonde bank heeft, niet dat hij er zoveel dividenden uithaalt. Voilà, dat dividend, we hebben in onze statuten gezegd dat maximaal 6% zou zijn en dat vandaag zou dat geen 6% zijn. Nu, als je met dergelijke lage winstperspectieven, krijg je een ander zicht op de zaken. Ga je naar andere soorten risicoprofielen, ga je naar andere soorten projecten kunnen instappen. Hè? Dus dat is wel een serieus verschil. Goed, je hebt die externe factoren, die zijn wat ze zijn. Een bank tegenwoordig verdient niet alleen aan zijn eigen bankproducten, maar aan al die perifere producten. Hè? Kijk, luistert maar naar de reclame die banken. Gezien de moeilijkheden die we hebben om die licentie te bekomen, kunnen we nog een paar zaken nog zeggen, hebben we beslist om eerst met die andere activiteiten te beginnen. Om te bewijzen, één, dat het mogelijk is om ethische duurzame producten in de markt te brengen. En om te bewijzen dat daar een publiek voor is. Hè, het eerste is een bankkaart. Een Mastercard. En die eerste kaart is een betaalkaart, een prepaid Mastercard. Een betaalkaart, ja. Die als bedoeling heeft om nuttig te zijn voor de... Je kunt ermee betalen. Je kunt ermee betalen. Ik heb ze al 3 maanden op zak. Ik heb in mijn portefeuille twee kaarten, mijn UB-kaart en mijn bankkaart. En elke keer gebruik ik mijn UB-kaart. En in 85% van de gevallen gebruik ik mijn UB-kaart. En elke keer geeft mij dat een goed gevoel dat ik die andere kaart niet moet gebruiken. En dat de marge die wij genereren niet naar die bank gaat, maar naar de coöperatief. Dus, als ik het goed begrepen heb, iemand die met zo'n bankkaart betaalt, de marge die normaal naar de bank gaat, jullie krijgen daar natuurlijk een deel van, maar een deel daarvan gaat naar goede doelen die ik zelf mag kiezen. Correct. Of goede doelen, of partners. Het zijn geen charities allemaal. Wij hebben 137 lidorganisaties. Als u de kaart bestelt, bepaalt u zelf aan welk van die organisatie het goed doel is. En elke keer u de kaart gebruikt, gaat er 5 cent
naar dat goed doen. Het is een manier om winst te delen, het is een coöperatieve logica. Het is ook vooral een communicatief interessant. Het is niet dat er daar kapitaal... Wij zijn een van jullie partnerorganisaties, voilà. Wij gaan er geen miljoenen aan verdienen, maar het is wel... Maar je gaat wel iets aan verdienen, je gaat een band creëren met jouw achterban. En het is toch merkwaardig dat tot nu toe nog geen enkele bank op dat idee is gekomen om op een dergelijke manier zijn winst te delen. Ja. Goed. Zijn er nog zo producten die jullie in de pipeline... Er is een tweede product dat we bezig zijn te lanceren. Dat heet Acquiring. Het komt erop neer dat als jij jouw bankkaart in een bakje steekt, vervolgens een heel proces begint om geld van jouw rekening op het rekening van de handelaar te krijgen. Ja? Dit proces is eigenlijk in handen van tamelijk monopolistische groepen. En het is de bedoeling om daar een alternatief te bieden aan onze organisaties, aan KMO's, aan winkeliers, die op dit ogenblik niet erg goed bediend worden door die leverancier. Dus een tweede voorbeeld van, we kunnen op een andere manier omgaan met financiën. En nu zaterdag op onze algemene vergadering stellen we een reeks nieuwe producten voor. Maar het zal de algemene vergadering zijn, zo gaat dat in een coöperatieve, die zal beslissen of we die richting opgaan, of we daarin gaan investeren en of we daar dus vanaf zaterdag gaan we daarover communiceren. Ja. En op welke termijn zal ik bij jullie een lening kunnen krijgen en een spaarrekening en een ziekterekening? Dat is dan het volgende punt van hoe kom je aan die banklicentie. Je hebt wellicht gehoord dat we van in het begin in dialoog zijn getreden met de twee instanties, de twee controleinstanties die in België bestaan. Enerzijds de FSMA, die de goedkeuring moet geven rond het prospect, dus een hele communicatie rond, en anderzijds de Nationale Bank, die een goedkeuring moet geven over de licentie. Vanaf dag 1 heeft de toenmalige gouverneur van de Nationale Bank eigenlijk publiek verklaard, dat is geen geheim, hij heeft dat 3-4 keren herhaald, dat er geen sprake was van een nieuwe bank in België en zeker niet van een coöperatieve. Goed, dat was een duidelijke... En is daar juridische argumenten voor of is dat gewoon omdat hij geen goesting heeft? Dat was eerder een politieke statement, een maatschappelijke statement van de gouverneur, die waard is wat ze waard is, die zeer merkwaardig is, want in eenzelfde Europese zone heb je zowel Engeland als Nederland, waar de gouverneur net het omgekeerde zegt. In Engeland heb je eigenlijk een vergelijkaardig bankenlandschap in België, 4 grootbanken die 80% van de markt hebben. En daar zegt de gouverneur van de centrale bank in Engeland, ik wil hier meer banken en ik wil nieuwe initiatieven ondersteunen. Sinds dat wij begonnen zijn, zijn al 10 banken, kleine banken die een licentie hebben gekregen in Engeland. Dus een totaal andere, redenering dan degene die we hier in België hebben. Goed, ondertussen hebben we een nieuwe gouverneur, met wie op een totaal andere manier kan gepraat worden. Dus dat is al een stap vooruit met wie we ook zijn overeengekomen om niet publiek te maken wat er besproken wordt. Ik denk dat dat ook wijs is, langs beide kanten. Maar goed, die volgende stap is dus voldoende kapitaal bij elkaar brengen en voldoende duidelijkheid. Nu, het businessmodel... Maar natuurlijk, elke euro kapitaal die jullie binnenbrengen is een euro kapitaal die niet naar andere banken gaat, die sowieso al zitten te struggelen, om het te zeggen, om hun kapitaalsbuffer op peil te houden, of zie ik dat verkeerd? Ja, nee, ik denk dat onze achterban groot genoeg is om te zeggen, kijk, als die bank er komt, dan gaan we dat mee ondersteunen en we willen dat positief verhaal ondersteunen en we willen dat mee mogelijk maken. Dat mee mogelijk maken in het plan dat we nu voor ogen hebben, is eerst dus een aantal perifere producten uitwerken waar geld aan te verdienen is, waar banken ook geld mee verdienen, zodanig dat we kunnen bewijzen dat die dienstverlening een degelijk ook okay is, leefbaar geheel hebben en vervolgens die volgende stap te gaan zetten. Wim Blaas, het valt mij op, jij hebt destijds geschreven over Van der Lanotte, dat ging eigenlijk ook over een coöperatie, Electrawins, maar wel een hele speciale. Arco is ook zoiets, ja. Marc Montaan begint met een coöperatieve bank, maar de coöperaties hebben niet zo'n geweldig goede reputatie meer, precies door dat soort misbruik dat van die
vernootschapsvorm gemaakt is. Hè? Of ze zijn bijna, voor, zeker bij Electrawins, voor oneigenlijke doeleinden gebruikt. Hè? Je was geen eigenaar van Electrawins als je een aandeel Electrawins kocht. Hè? Je kocht eigenlijk een lening. Ik denk dat het idee op zich is heel mooi, maar ik denk dat je in een soort hybride juridische structuur terechtkomt met heel veel onduidelijkheden. En dat dat net het probleem ook is geweest van Arco. Van een aantal mensen die denken dat ze aan het sparen zijn, terwijl ze eigenlijk een risicovol product gekocht hebben. Uh-huh. En dat misschien de juridische ambiguïteit eerst moet aangepakt worden vooraleer je echt vooruit kan gaan. Wij hebben daar heel hard over nagedacht en wij hebben daar met veel juristen en bankiers. Ja. En onze conclusie was dat door het op een andere manier aan te pakken dan al de coöperatieven die we hebben gehad, ook in het buitenland, we toch wel een flink stuk antwoorden kunnen geven. De volledige transparantie en een één-op-één relatie. Men was coöperant van Arco, maar Arco was de tussenbuffer naar de bank. Je werd niet uitgenodigd op de aandeelhoudersvergadering van Dexia. In Nieuwi is het totaal anders, heb je een één-op-één relatie. Ja. Wij hebben een algemene vergadering nu zaterdag. Al onze coöperanten zijn uitgenodigd, er zijn 500 die zich hebben ingeschreven, die na die vergadering en ook komen, ongeacht het investeringskapitaal, één stem, één man, één stem, één aandeel, één stem. Dat is een eer. Je vermijdt dus achterkamerbesluitvorming, want dat heb je in al die coöperatieven gehad, omdat ze van een bepaalde familie, van een zuil, krijg je achterkamergesprekken. Ja, het is ook vreemd het geval van Arco, dat je tegen mensen zegt, koop bij ons een aandeel en je gaat er winst op krijgen. Terwijl bij een coöperatie is niet per se de bedoeling om winstmaximalisatie na te streven, maar zij garandeerden bijna een rendement op je inleg. Met het probleem dat rendementen zijn jaren geweest van 13-14%, ja. Waanzinnig veel, maar dat je dat niet in cash kreeg uitbetaald, maar in aandelen. Dus het geheel stapelde zich op. Een stuk antwoord dat wij erop hebben geworden is van niet vanuit één zuil te werken. We zijn heel duidelijk van in het begin pluralistisch willen zijn, zodanig dat dat risico van die achterkamergesprekken toch wel vermindert. Hè. Gesteund door 136 organisaties van zeer brede middenveld, van dat zeer brede, gaat toch dat risico verminderen van die achterkamergesprekken. Ja. Goed, ik heb geen vragen meer. Hebben jullie nog vragen, collega's, voor Mark? Maar ik denk dat iedereen morgen eens de tijd moet lezen. En ik zeg dat niet zo, maar het is niet gratuit dat ik het zeg. Want ik denk dat de discussie die jullie hier nu juist hebben gehad, zeker aan bod zal komen met nieuws morgen in de krant. En ik denk dat ook gewone banken in ons land onder streng toezicht staan en dat het daar ook wel zeer fout kan lopen. Voilà, meer ga ik niet zeggen. Dat is wat men noemt een teaser. Ja, okay. Goed, Wim, Lars, Mark, ik dank jullie voor jullie zeer interessante uitleg. Ik dank het publiek voor de volgehouden aandacht en ik dank de co-organisatoren voor deze fijne avond. Bedankt. En we gaan nog even kijken naar een filmpje dat illustreert wat het allemaal zou kunnen betekenen en dat jullie uitnodigt om mee te doen aan Nieuwi. Wat als je Apache financieel kon steunen zonder dat het jou iets kost? Dat kan. Dat kan echt. De meeste banken verdienen vandaag namelijk veel geld. Ze verdienen geld op je lening, op je spaargeld en zelfs elke keer als je je bankkaart gebruikt. Stel dat je schoenen koopt van €35 en je betaalt met je bankkaart. Dan krijgt de handelaar pakweg €34,86. Geen €35 dus. Die paar centen worden volgens een ingewikkeld systeem verdeeld onder al wie betrokken is bij de transactie. En dat gebeurt dus elke keer als je je betaalkaart gebruikt. En nu komt het. Nieuwi lanceert een nieuwe kaart. Niet zomaar een kaart. De GoodPay Prepaid Mastercard van PFS. En wat gebeurt er als je met die kaart betaalt? Hetzelfde. Alleen, Nieuwi deelt zijn winst met ons. Per betaling die jij doet met je kaart, krijgt Apache 5 cent. Je hoeft maar 3 dingen te doen. Stap 1. Word coöperant van Nieuwi. Dat betekent minstens 1 aandeel kopen voor €20. Deze kost is eenmalig en geeft je recht op een stem bij Nieuwi en op een deel van de winst.
Stap 2. Vraag je GoodPay Prepaid Mastercard aan en duid ons aan als goed doel. Je kaart is gratis als je ze minstens 1 keer per maand gebruikt voor een aankoop. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je ze zo vaak mogelijk gebruikt, want op die manier steun je Apache. Stap 3. Laat je kaart op door geld over te schrijven van je huidige rekening op je kaart. En het steunen kan beginnen. Bovendien kun je met je kaart zelfs geld verdienen. Als je de kaart wekelijks gebruikt om een aankoop te doen en je in België geen cash afhaalt, krijg je van UB jaarlijks 2,5 euro. Dat is niet veel, maar toch. Dus onthoud, jij kan het verschil maken. Je hoeft er niet voor te betalen. Je moet het gewoon doen. Ja, ik zou zeggen bedankt, vrienden van UB. Ik ga nog een heel klein beetje reclame maken voor Apache. Zoals jullie weten, de mensen die onze nieuwsbrief krijgen weten dat het nu het moment is om een abonnement te nemen, want we gaan binnenkort onze prijs verhogen. Dat zit in ons businessplan. We zijn met een stappenplan bezig. Er zijn nieuwe journalisten aan boord. Er zijn meer artikels dan ooit. Dus we gaan naar een nieuwe fase in ons bestaan. Maar daar hoort een prijsverhoging bij. Maar als jullie nu nog een abonnement komen, kunnen jullie nog een heel jaar genieten van het bespottelijke voordeeltarief waaraan jullie Apache nu kunnen lezen. Maar vergeef mij deze commerciële boodschap. En drink nog iets met ons. En tot de volgende keer.